En daar hoort misschien ook wel bij dat we een beetje af moeten van als je oud bent, ben je ongeschikt om nog te werken. We worden natuurlijk veel ouder met z'n allen. Dus dan kun je ook op latere leeftijd nog zo'n functie bekleden. Ja, vaak ook als mensen het niet met mij eens zijn, dat ze dan zeggen, ja, hoe komt dat? Feitelijk is die oude mens. Ja, precies, die oude gek. Ja, precies, die oude gek. Dat is toch... Ja, je ziet overigens hoe vanzelfsprekend de discriminatie van ouderen is. Dat is één ding wat mij opgevallen is in de afgelopen jaren, sinds ik zelf dus een betrekkelijk hoge leeftijd bereikt heb. Hoe vanzelfsprekend dat is. Hey, die oudjes, die kunnen niks. Opbergen. Naar het verpleeghuis, in de kruiwagen naar het verpleeghuis. Kun je niet uitkijken, opa? Dat riepen ze toch naar, hè? Ja, dat is al heel, heel lang geleden dat ze riepen. Kun je niet uitkijken, opa? Terwijl ik nog niet eens opa was. Dus dat is meer dan 15 jaar geleden. Ja, dat is een flits. Het trof mij als een bliksemflits. Ik dacht, goedemorgen. Ik deed ook iets heel onhandigs. Ik was altijd even onhandig op de fiets. Op de fiets, hè? Ja, precies. Ik was altijd even onhandig op de fiets. Dus dat, maar het feit is, er wordt de hele dag geluld over discriminatie, maar je hoort bar weinig over oudere discriminatie. Ten meer omdat wij op een aantal plekken in onze samenleving wel ons best doen om, laten we zeggen, het leven voor ouderen wat makkelijker te maken. He, dat je met je invalide wagentje de stoep af kan met zo'n hellinkje en her en der zijn we. Maar over de hele linie zou ik zeggen, voor ouderen, zeker ouderen die minder goed ter been zijn, is de samenleving in alle opzichten niet te nemen hindernis. Ik kan er tal van voorbeelden van geven. Dus het stoort jou wel dat er zo over geluld wordt? Ik vind dat de gemakzuchtige discriminatie van ouderen, ja, die vind ik eigenlijk vrij kwalijk. Ja, zoals alle discriminatie vrij vervelend is. Omdat discriminatie altijd zegt van, nou ja, ja nee, die meneer heeft een bochel, dus dat dan weet je al van tevoren dat hij niks kan. Hmm. Dat is toch een hele wonderlijke redenering. Ja. Of die meneer is zwart of bruin of geel, dus dan weet je ook al dat het niet deugt. En zodra iemand dus kennelijk post 75 is, dan is die niet meer bruikbaar. Ja, ik vind dat Nou ja, kijk naar Twitter. Of ze hadden ook een hele leuke formulering. Hij is al dood, maar hij weet het zelf niet. En dat is allemaal dit soort van. Waarbij ze, dat is het wonderlijke natuurlijk van de mensen die dit soort van dingen schrijven. Zij denken dat het een argument is. Maar het heeft met de inhoudelijke kwesties natuurlijk helemaal niets te maken. Nul. Heb je mij wel een keer verteld dat jij in je omgeving mensen hebt die jou waarschuwen voor het feit dat als jij lulkoek gaat uitslaan, of als je te oud wordt, of als mensen het gaan zien, toch? Mm-hmm. Die zitten in jouw omgeving, hè? Die... Zeker. Ik denk dat je op tijd, hè, zelf weet je natuurlijk altijd wel door, maar ik denk dat je op tijd gewaarschuwd moet worden als het wat binnen gaat. En je hebt toch wel af en toe mensen die je op televisie ziet en dat je denkt, nou, het was verstandiger geweest om dat niet te doen. Ik heb geloof ik wel eens het voorbeeld van Mansholt gegeven. Dat is een veilig voorbeeld en die is natuurlijk al lang en breed dood. Mansholt was een echte mannetjesputter. Een boer uit Groningen die ze ook goed alle vijf op een rij had. Alle zes in zijn geval zou je wel kunnen zeggen. Voorzitter geweest van de Europese Commissie. Nou, kortom, een man van talent en gewicht. En ja, ik herinner mij een soort laatste interview. Ik meen zelfs met Felix Rottenberg, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer allemaal. Lang, lang geleden. Dat je denkt, hij had gewaarschuwd moeten worden. Zijn vrouw of zijn kinderen hadden moeten zeggen, kom op, Mansholt, dit kun je beter niet doen. Wat deed hij dan? Omdat tv ontzettend onthullend is in allerlei opzichten. Ja, hij maakte een aangeslagen indruk, een kwetsbare, laat ik het anders formuleren, een kwetsbare indruk. Dus ik heb een aantal mensen in mijn omgeving waarvan ik weet dat ze kritisch zijn en niet zullen denken, ach jee, dat gaan we niet zeggen, oude zielepiet, hè. Laat hem maar rondklunzen. Nee, dat die zullen moeten zeggen, ja nee, je zag er kwetsbaar uit, het ging niet goed. En dan moet ik ermee stoppen. En je bent ook bereid daarna te luisteren? Ja, zeker, zeker als ze in koor gaan roepen, dit is niet zo best, dan moet ik er wel, ga ik er wel naar luisteren. Je bent niet eigenwijs genoeg dat je dacht, nou lul maar, ik vind het nog leuk, ik ga er lekker weer zitten. Nee, daar ben ik niet eigenwijs genoeg voor, je wilt toch wel een vrij redelijke indruk maken. Hm. Er zullen mensen zijn die zeggen van waarom hebben die mensen nog niet gewaarschuwd? Want als we hem zien zitten, dan denken we al lang moeten stoppen. Ja, zeker. Maar goed, dat is weer de brigade van de discriminatie natuurlijk.
Want heel veel kritiek is natuurlijk, die is politiek gestoeld. Die heeft verder weinig met de inhoud te maken, maar ze gaan het is de klasse, een linkse activist. Hè? Ja, dat is een radicaal. Hij ziet er ook uit als een bolsjewiek. Dat is echt, dit soort van. Ja, dat is alleen maar belachelijk. Ik zag een lollige op Twitter een bericht dat de Universiteit Utrecht is een ultralinks schooltje. Ja, wat moet die man diep gekwetst zijn? Die is eens een keer gezakt of weggestuurd of zo. En die gebruikt zijn leven nu om de Universiteit Utrecht als een ultralinks schooltje te beschrijven. Oké, maar Biden dus niet te oud om president te worden, vind jij? Opnieuw? Nee, absoluut niet. Is Biden een genie? Nee, is hij nooit geweest ook. Het is altijd een man geweest van hele beperkte mogelijkheden, maar een goede politicus. Niet waar? Hij was ooit de jongste senator ooit. En nogmaals, het gaat mij niet om dat ik die Biden zo geweldig vind. Het was dezelfde reden dat ik in Nederland op D66 heb gestemd bij de vorige parlementsverkiezingen. Niet omdat ik D66 zo'n geweldige partij vond, maar omdat ik mij realiseerde dat het de enige min of meer pro-Europa vooruitstrevende partij in het zittende coalitie was. En zo is het met Biden net zo. Ben ik een groot Biden-bewonderaar? Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben een keuze uit twee personen, namelijk één halve garen. Een levensgevaarlijke halve garen. Een van de meest gewiekste leugenaars aller tijden. En een min of meer normale bejaarde. Misschien ook nog even kijken wat Trump er zelf over zegt. Nou ja, het bekende: heeft onze natie, hij is dan Biden, vernederd op het wereldtoneel. Ja, nou, dat is ook heel interessant. Omdat dit een archetypisch voorbeeld is van projectie. Als er nou iemand de Verenigde Staten te kijk heeft gezet op het wereldtoneel, dan is het wel die prutser van een Trump. Hè? Ja, god, feit is dat hij natuurlijk door zijn zonderlinge, hoe zal ik dat eens zeggen, charismatische gaven. Ja, geen normaal mens zal dat vinden, maar zijn aanhang vindt dat wel. Heeft hij natuurlijk een grote schare bewonderaars. En ja, de kern daarvan is dat de haat, de afkeer, het wantrouwen ten aanzien van het establishment. Dat is wat hij vertolkt.